Vandaag zijn we de vlootschouw aan het doen in het kader van de gladheidbestrijding. En de vlootschouw houdt in dat wij alle materieel en materiaal voor de gladheidbestrijding aan het testen zijn. We testen hier de strooiers en we testen hier de ploegen. Om zo meteen niet verrast te worden als er daadwerkelijk gladheid is. Nou, de chauffeur komt binnen, die haalt zijn doos. De doos waar zeg maar, de bedieningskast in zit. Die haalt hij op en die correspondeert weer met een ploeg of met een strooier. En de ploeg wordt daadwerkelijk aan het voertuig geplakt om te kijken of die goed functioneert. De strooier wordt er goed opgezet. We rijden een route en we kijken dan of alle materiaal of dat functioneert. We hebben ook een servicemonteur, is altijd bij de vlootschouw. En mochten dingen niet goed zijn, dan hebben we meteen de monteur erbij om dat te repareren. We houden deze vlootschouw omdat we er zeker van willen zijn dat al het materiële materiaal dat het werkt, dat het functioneert. En als we zometeen gladheidbestrijding moeten doen, dat wij inderdaad die bereikbaarheid zo optimaal mogelijk kunnen garanderen.